Het lijkt erop dat er een vertrouwensbreuk is ontstaan tussen Euskan Akjol en de mannen van vandaag een site vanwege de dooretterende rel over het mes in de rug van Matthijs van Nieuwkerk. Eus suggereerde overal dat er een filmpje zou circuleren waarop de gevallen DWD ster zich afschuwelijk gedraagt, maar dat bleek een extremie overdrijving. Het bewuste prulfilmpje van Matthijs was in werkelijkheid zo mild dat het niet eens in de buurt komt van grensoverschrijdend gedrag. Volgens Jan Slachter, nota bene een van de werkgevers van Eus, is hij door zijn presentator op het verkeerde been gezet. Eus deed toen bij mij voorkomen alsof het een heel ernstig filmpje was. En met die verklaring van Jan sluit het net zich rondom Eus. Hij kan zich niet langer verschuilen achter media die zijn uitspraken zouden hebben opgeblazen, want hij heeft zijn voormalig beste TV-vriend Matthijs dus ook zwart gemaakt in een privégesprek met de baas van Omroep Max. Johan Derksen vindt Eus bijna niet meer serieus te nemen. Waarom zijn de VI-mannen zo geërgerd? Wat meespeelt is dat Eus backstage verschillende versies van het verhaal heeft verteld aan Wilfred Gené en René van der Gijp. De versie die hij aan Gijp vertelde bleek niet te kloppen, maar op basis daarvan heeft de VI-ster hem wel verdedigd op de nationale televisie. Hij bleek zich later in zijn hemd gezet te voelen. Inmiddels is de bom ontploft. Ja, Eus. Komt hij nog deze week of niet, vraagt Albert verlinde in de vandaag een site van gisteravond. Wilfred daarop hem? Um, nee. Eigenlijk zou Euskan in de donderdagshow aan tafel zitten. Johan bevestigt, het ziet er niet naar uit, Albert. Albert, nee, toch niet? Dat vindt hij toch lastig? Johan, dat is nieuws hoor. Albert, oké, okay, vindt hij het toch lastig? Wilfred, hij heeft aangegeven dat hij het nu even laat lopen, ja. Sam Hagens, waarom? Wilfred, omdat hij steeds moet herhalen wat hij gezegd heeft, wel een beetje vermoeiend begint te vinden. Johan zet Eus vervolgens neer als een egotripper. Het probleem is natuurlijk: Albert Eus is een heel goede gast voor ons en ook een goede gozer. Alleen Eus is zo ijdel en heeft zo'n groot ego, hij heeft zichzelf vastgeluld met dat filmpje dat niet bestaat en dan moet je op een gegeven moment iets zeggen. Wat dan? Nou, van sorry mensen, ik heb uit mijn nek zitten lullen, het ligt iets anders. Dan ben je overal van af. En dat kan hij niet opbrengen. Hij ontkent het hier, maar niet met duidelijke argumenten en dan blijft het sudderen. Ja, hij heeft twee fouten gemaakt, hij heeft zich vastgeluld en hij heeft zijn beste vriend laten vallen. Het verraden van een vriend zit gijp ook niet lekker. Ja, dat is natuurlijk helemaal niet lekker. Johan, dan kom je niet goed uit. Albert, wat zou Eus nu moeten doen? Hij moet toch wel een keer hier zitten, van, jongens, wat stom. Johan, hij moet het boetekleed aantrekken, reëel zijn en zeggen: Jongens, ik heb me vastgeluld, ik kom er niet meer uit. René, omdat het om zijn vriend gaat, maakt het het extra pijnlijk natuurlijk, hè? Dat is pijnlijk, man. Albert, en niemand zat erop te wachten. Hij hoefde er niks over te zeggen. Hij heeft dat uit eigen beweging gedaan en dat is niet chic.